Hoi iedereen, ik ben Eline van Eline94 en ik heb vandaag mijn eerste projects pen, wil ik zeggen. Mijn eerste penloos eyeshadows video voor jullie. Update. Begint al goed. De eerste update van mijn penloos eyeshadows video. Nu zag ik op een Instagram account, naam staat hier in beeld, echt een superleuke challenge voorbij komen. Ging ook over oogshadows pennen en dan met alfabet dingen, dus die... wil ik eigenlijk ook gaan doen, maar daarvoor moet ik nog even mijn eigen iets meer gaan verdiepen in mijn oogshadows die ik zelf heb. Mijn penloos eyeshadows update dus. Ik heb mijn boekje, mijn projectenboekje, heb ik hier. Yes, hier. Oké, er kwamen eigenlijk 3 palettes uit. Ik heb dit project dus zeg maar, eigenlijk zou ik dit van de 1e tot met de 20e ongeveer doen, maar toen zag ik dat de 20e op maandag was. Toen dacht ik, oh, dan vind ik het wel leuk om deze video de 20e online te hebben. Dus ik neem het de vrijdag ervoor op. En zoals je ziet draag ik vandaag geen make-up. Misschien dat ik dat nog wel ga doen, maar dan reken ik die gewoon niet mee. Dus alles wat ik vanaf morgen ga dragen, dat komt dus in de update van augustus. 20 augustus, dat wordt dan weer een langer project. Of ja, omstreeks 20 augustus. Dat komt dan wel natuurlijk. Ik weet nu nog niet op welke dag dat er valt. Het is vandaag de 17e. En laat ik maar meteen beginnen met een palet wat ik eigenlijk het minst heb gebruikt. En dat is dit Alice Through the Looking Glass palet. Ik heb hier een palet bingo van opgenomen. Dat vond ik wel heel leuk om te doen. Maar verder kwam ik er vooral achter dat dit palet eigenlijk de kleuren die hierin voorkwamen, zeg maar, die leken heel veel op elkaar. Hierbij kwam naar voren Looking Glass. Dat is deze een beetje... rozige kleur en de kleur Royal Flush. En dat is dan weer echt een hele shimmerachtige kleur die ik iets te heftig vind voor op dagelijkse basis. Nou zou dit wel een leuke setting kleur zijn, maar ik pak hem gewoon niet zo snel. Dus voor nu ga ik deze nog eventjes uit mijn project halen, gewoon omdat ik denk van ja, ik vind het ook te veel lijken op kleuren die er zijn. Dus ik mag dadelijk van mezelf 2 nieuwe kleuren inrollen. Ik heb dit palet zo'n 2 keer gebruikt. Ik denk 1 keer voor de palet bingo waarin dus Royal Flush naar voren kwam. En 1 keer gewoon om ze allemaal uit te proberen. En toen had ik dus Looking Glass en Royal Flush allebei gebruikt. Denk ik tenminste. In ieder geval niet echt veel gebruikt dus. Ja, dit palet is gewoon... Ik hou van dit palet. Maar ik vind het gewoon heel moeilijk vanwege de ook wat heftigere kleuren. En de kleuren die ik dan wel weer zou dragen, heb ik ook wel in andere palettes. Ik kan dit palet gewoon niet wegdoen, maar voor nu is dit nog even een brug te ver. Ik vond de palet bingo hiervan wel heel leuk om op te nemen. Dus toch wel even een geheugen dingetje dat ik deze niet zomaar moet vergeten. Maar voor nu gaat die even terug mijn stash in. Dan is ook het kruidvat Days Like This paletje naar voren gekomen. En dit vind ik wel leuk omdat ik die vrij nieuw heb. Nu zie je wel een paar dipjes erin, maar ik heb... Soms wint de nieuwsgierigheid in mij dingen. Ik heb met zo'n prikkertje erin geprikt om te kijken hoe diep de pens zijn. Die zijn tamelijk diep. Ik ben bezig met kleur 2. Dat is deze shimmer bruine kleur. Deze hier. En die breng ik voornamelijk veel aan in mijn crease. Mijn laptop die gaat even op slaapstand. Dat wil ik niet. Dus ja, deze die heb ik ook tamelijk veel gebruikt. Er zit... Ik denk wel een beetje een dip in. Ik zal dadelijk ook wat shots laten zien van de producten die dus nu steeds in mijn pen zitten. Of in mijn project zitten. Om ze in de volgende video dan te vergelijken gewoon met hoe de dip eruit ziet. Ja, het is vooral denk ik dat gaatje wat je ziet. Het is echt een hele mooie draagbare kleur. En ik vind het ook heel leuk om in de crease te gebruiken. Ik heb deze 9 keer gebruikt, denk ik. En ja, gewoon lekker... simpel basic ooglookje. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de rest van de kleuren nog niet echt heb gebruikt. Maar dat is ook vooral omdat ik eigenlijk tot nu toe met de oogschaduw zeg maar in projecten zitten een heel eind kom. En ik vind het nog een beetje... Dan denk ik, ja, ik heb nou toch deze hier liggen. Why not? Maar deze dus. Deze laat ik ook in zitten. Ik vind het een heel mooi kleurtje. Ik heb al gezegd in mijn vorige video dat ik deze eigenlijk wil laten zitten tot het einde van het project. Dat weet ik nog niet, want ik denk dat ik heel snel klaar ben met als ik daar allemaal van die nude kleuren heb die eruit komen. Dat ik dan denk van ja. Oh my god, hij is kapot gevallen. No joke. Maar dat was een andere kleur. Laat ik even stofzuigen. Kijk wat er is gebeurd. Nou ja, weer een oogschaduw minder om te pennen. Nou is die volgens mij was die ook wat minder. Als ik deze moet gaan pennen, dat wordt een eitje. Nee, dat vind ik wel jammer, maar... Hè.
Oh mijn god, ik zit ook helemaal onder. Lijkt net alsof ik cacao poeder op mijn handen heb. Het is wel een kleur ook met weinig pigment, zo te zien. Oh. Gebeurt ook nog eens een keer een speciaal op dit kanaal. Las even schoonmaakpauze in. Oké. Genoeg over dit paletje. Ik leg hem heel veilig aan de kant, want ik moet niet meer dingen gaan gooien. Oké, dan heb ik ook het Urban Decay Naked Heat palet gebruikt. Deze heb ik... Hoezo heb ik die kruidvat 1 keer meer gebruikt dan Naked Heat? Ik heb het Naked Heat palet 8 keer gebruikt. I don't know. En ik heb allebei de kleuren ook 8 keer gebruikt. En ik zit nu te denken om dat kwastje misschien uit te halen. Want dit palet, dat ga ik toch... Ik heb een hart aanval hiervan. Dit palet ga ik toch ook nog in mijn project houden. Ik twijfel een beetje over deze donkere kleur. Ik heb hem al 8 keer gebruikt, maar ik vind hem toch misschien net iets te smoky voor mij. Iets te donker. Ik zal hem even swatchen. Dan moet ik zeggen dat hij op de swatch echt veel mooier overkomt dan op mijn ogen. Ik heb deze video nog geen look swatch of look foto's, zeg maar. In ieder geval hoe ik de ooglooks heb gemaakt. Maar dat is eigenlijk omdat ik iedere keer dezelfde look heb gemaakt. Maar ja, je ziet hier een hele mooie gloed doorheen. En dan zie je op mijn ogen is een beetje een zwartige vlek. En de kleur Ons. Dat was trouwens kleur Amber. En dit is de kleur Ons. En hier begint al echt wel een flinke dip in te ontstaan. Nou ja, dat zien jullie daar ook in de close-up wel wat beter. En deze is ook wel shimmer. Dus ik hoop eigenlijk een beetje op een matte setting kleur. Want deze gebruik ik nu over mijn hele ooglid. Maar die wil ik eigenlijk een beetje als highlighter gaan gebruiken. Want ik heb dus nu niet echt een highlighter. Ik pak even mijn laptopje erbij. En mijn tablet. Ik heb hier tot 307. Maar omdat ik mijn Liquid Oogschaduw Soap eigenlijk niet wil gebruiken, zit de twijfel tot 360 aan. Maar dan zit ik misschien met de andere Liquid Shadows. Dus ik ga eventjes kijken. Ik denk dat ik gewoon tot 307 doe. 307. Tussen de 1 en de 307. En als je dan op een Liquid Shadow komt, dan zien we dadelijk wel wat er is. Ik moet hem dus 2 keer laten spinnen. En dan schrijf ik weer even de nummertjes op. En dan kijk ik dadelijk wel weer in mijn lijstje. 258. 285. Oké. Ik kijk even in mijn lijst. Ja, ik zit hier echt een beetje met de ruimte. Ik heb hier nog niet echt opgeruimd. Mochten er mensen zijn die nieuwe kijkers zijn. Dit is mijn normale setting. Oké, 285 en 258. Oh, 258 is uit mijn Urban Decay Heavy Metallics palet. Vind ik wel leuk, is ook weer een palet wat ik eigenlijk nooit gebruik. En dat is kleur Acoustic. Oeh, speaking of shimmers. Dit is wel echt een hele mooie zilveren glitter. Ik denk dat jullie het kunnen zien, dat is deze kleur. Dus dan heb ik tot nu toe deze rij. Oké. En 285 is uit een Naked palet, die ik ook te weinig gebruik. Maar welk palet is het? Ik denk het Naked 3. Ja. En dat is Burnout. Oké. En dat is deze. Een hele mooie lidkleur. Wordt afwisselen met mijn... project, met mijn oogschaduw kleur die in mijn project pen zit. De Bellini. Begint ook met een B in het kader van mijn alfabetische project. Oh, maar het is wel een mooie kleur. Deze is wat rozer. Oké, nou dit wordt wel een coole, want ik vind die ook wel gaaf, die zilver. Oké, kan hier wel mee leven. Dus dan is mijn nieuwe... Veel Urban Decay palettes. Wel weer een groot palet wat er ook in zit. Oh, maar hier wil ik eigenlijk ook wel een keer een palet bingo mee opnemen. Maar ja, dit durf ik dus niet zo goed. Misschien dat ik het dan in meerdere delen of zo ga doen. Ik weet het niet. Maar dit is alleen maar metallic kleuren. Fijn dat er ook in het midden een spiegel zit. ja, echt heel cool. Ik gebruik dit palet echt te weinig. Ik heb een paar keer geswatcht volgens mij, maar niet echt gebruikt. Maar het is wel leuk, want ja, wel minder van die beetje zilverkleur, want het is ook weer eigenlijk voor mij dan zo'n lidkleur. Ik gebruik dat niet zo snel als highlighter. Dus voorlopig wordt het nog eventjes het setten met Ons, want dat is tot nu toe de meest neutrale basiskleur.
Maar ik vind het wel heel leuk. Het zijn 4 kleuren. Welke heb ik nou niet geswatcht? Oh, die van Kruidvat, omdat die natuurlijk net gevallen was. Ik zal hem even erbij swatchen. Dan hebben jullie de hele rij. Ja, ik zie wel dat ik persoonlijk hier geen volledige look mee kan maken. Maar dat wordt dus ook wel leuk. Want dat betekent dan ook dat ik dan wat meer, hoe zeg je dat, speling heb. Ik denk wel dat ik met deze kleuren, dus met Days Like This en het Naked Heat palet, een hele mooie basis kan maken. En dan heb ik mijn Too Faced Bellini kleur. Deze uit het Naked 3 palet. En deze uit het Heavy Metallics palet. Om dan als lidkleur te gebruiken. Zal ik Bellini voor de leuke nog even bijswatchen? Dit is Bellini. Ja, dan zie je wel echt een groot verschil. Dit is dan echt wat meer oranje, dit is wat meer roze. Misschien is dit ook wel leuk om samen te combineren. Deze. Ja, heel leuk. Met die roze erbij. Ja, probeer wat leuke ideetjes. Fun fact, alvast een spoiler voor een Project Femme video. In Bellini zit echt al een flinke dip. Ik durf het bijna niet te zeggen, omdat we nu natuurlijk rond de 20 te gaan. Maar misschien dat hier wel al een pen zichtbaar in wordt. Ik heb deze ook nog niet geprikt. Wil ik eigenlijk wel doen. Zal ik dat gewoon even doen? Heb ik hier iets scherps liggen? Ik had een Mermaid Crush gevonden. Ik schuif even, want hij is iets te dik. Iets dikker dan ik dacht. Hier is echt al bijna pen. Oh, dit is echt bijna pen. Ik duw dit even lekker terug. Dit is echt bijna pen. Nou ja, dan denk ik dat ik het dus ga doen dat ik, mij kennende, wil ik me waarschijnlijk eerst focussen op Bellini en dan kan ik die twee afwisselen. Maar, hé, je weet maar nooit. En ik denk dat ik met het Naked 3 ook wel weer eens een palet bingo ga opnemen. Ik denk dat dat de eerstvolgende wordt. Misschien dan dus in augustus al. Ja. Dit zijn echt hele mooie kleuren. En nu ik zo kijk, denk ik dat zelfs deze twee kleuren ik nu wel durf te dragen. Die durfde ik eerst niet te dragen. Stiekem hoop ik dat dit een palet gaat zijn wat ik echt zo ga herontdekken. Ik vind hem wel mooi. Speaking of Naked, een Naked Heat. Naked Heat wil ik in september misschien doen, of in oktober. Zei ik net ook Naked Heat? Speaking of, het, of de Naked paletten zijn in dit geval dus Naked Heat en Naked 3. Urban Decay heeft weer twee nieuwe Naked paletten. Voor mij twee, maar eigenlijk één. En die wil ik zo graag hebben. De ene is het Naked Honey. En de andere is het Naked Ultraviolet. Even kijken hoe ik mezelf daarmee kan gaan belonen. Nou oké. Okay. Burnout dus. Kan ik wel wat mee. Een kleur die ik misschien, misschien is het zelfs nou tegenwoordig alweer een veilig palet voor mij. Maar ja, dan weet ik het ook, hè. En als die weg moet, dan moet die weg als ik hem niet ga gebruiken. Sommige dingen liggen gewoon een beetje gevoelig. Oké, voordat ik weer heel veel ga raaskallen, bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer en tot ziens. Bye!